Explosies op militaire vliegvelden in Rusland zorgen voor een nieuwe escalatie in het conflict met Oekraïne. Net na die explosies werden Oekraïnse stroom- en watervoorzieningen getroffen door meer dan 100 kruisraketten van Russische zijde. Was dit een vergeldingsactie? We gaan eerst eventjes naar beelden waarop in de verte vaag die explosies in Rusland te zien zijn. Het is nog niet duidelijk volgens mij wat daar precies gebeurd is, hè? Nee, het is zeker niet formeel geclaimd door een partij. Er zijn wel wat aanwijzingen. De presidentiële adviseur meneer Podolyak heeft gisteren een tweet geplaatst. Ja. Waarin toch wel een suggestie wordt gewekt dat het uit Oekraïne komt. Maar het is niet formeel geclaimd. Nee. Wel is er iets te zeggen. Deze aanvallen die vinden plaats heel ver buiten de grens met Oekraïne. Vrij diep in Rusland. Ja. Dus dat zou dan een speciaal type drone geweest moeten zijn waarmee ze... Ja, waarschijnlijk wel. Want Oekraïne beschikt niet over kruisraketwapens die afstand kunnen overbruggen. Dus het zou een drone geweest kunnen zijn. Het is 500 tot 600 kilometer. Dat is wel een flink end. Als het inderdaad zo gebeurd is, is het wel een kunststukje. Want het betekent eigenlijk dat die drones altijd onder de radar moeten hebben gevlogen. En dat is toch wel moeilijk. Ja, en het is ook bijzonder, denk ik, dat Oekraïne überhaupt dat soort drones zou hebben. Oekraïne heeft veel drones. We kennen die bekende drones die in Turkije worden gebouwd. Maar daarnaast heeft Oekraïne ook wel andere drones aangeschaft en misschien zelf ook wel gefabriceerd. Het zou me zelfs niet eens verbazen als ze van de resten van Iraanse drones zelf nog iets hebben gebouwd. Ja, zondag sprak een defensie-expert ook over dat ze bouwen aan een drone die zelfs 1000 kilometer zou kunnen. Ja, dat klopt. Dat is op zich niet verwonderlijk, hoor. Ik bedoel, het is eenrichtingsverkeer, hè, dus je komt niet terug. Dus het bereik wat je in zo'n drone stopt, zeg maar, dat kun je helemaal benutten dan ook. Het zegt wel iets over welke kant die oorlog op kan gaan. Want het hoeft zich dan niet alleen maar meer te bevinden op het Oekraïnse grondgebied. Nee, er was al eerder sprake van. Oekraïne heeft al doelen aangevallen op de Krim bijvoorbeeld. En er is ook al sprake geweest van aanvallen op olieinstallaties bij Belgorod. Dus Oekraïne heeft eerder aanvallen uitgevoerd. Niet elke aanval is door hun erkend. Dus dat is niet nieuw. Het nieuwe aspect is dat ze zo ver Rusland in doelen kunnen aanvallen. En dat is behoorlijk gezichtsverlies voor het Kremlin. Ja, dat kan ik me voorstellen. Want hoe is er aan Rusland nu op gereageerd? Behoorlijk boos eigenlijk wel. Er is een community van militaire bloggers, mailbloggers noemen ze dat, die de oorlog eigenlijk wel ondersteunen. Maar veel kritiek hebben op de uitvoering. En die zijn in alle staten eigenlijk. Die vinden dit een groot gezichtsverlies. Voor Poetin ook? Voor Poetin wordt dat niet rechtstreeks gezegd. Er wordt dan gezegd de verantwoordelijken moeten ontslagen worden en dat soort zaken. Maar dat klinkt toch als Poetin? Indirect wel. Ja. Daar is men voorzichtig mee natuurlijk, met kritiek richting Poetin. Ook omdat de Binnenlandse Veiligheidsdienst van de Russen daar heel scherp op let. En als je te kritisch bent, zelfs over het verloop van de oorlog waar je achter staat, dan kun je zomaar afgesloten worden. Dus men is wel voorzichtig daarmee. Maar je kunt het wel als kritiek richting Poetin beschouwen. Ja. Het komt ook op dezelfde dag dat de olieboycott is gestart tegen Rusland. Is dat nog meer, dus niet olie op het vuur, maar zorgt dat voor nog meer gezichtsverlies? Ja, kijk. We hebben het nu over die stevige maatregelen van de EU. De EU heeft in feite besloten wat Rusland maximaal mag vragen voor zijn olie. Dat klinkt heel stoer. Maar als je daar dan met meer aandacht naar gaat kijken, dan zie je dat het olieprijsplafond van $60... Daar merkt Rusland eigenlijk heel weinig tot niets van. Want Rusland verkoopt zijn olie nu al voor veel minder dan die $60. Dat is één. En twee, je moet ook kijken naar: wat kost het Rusland om 1 vat olie uit de grond te halen? Ja. En die kosten worden geraamd op zo tussen de $30 en $40. Dus stel dat Rusland hierdoor zijn olie voor $60 zou moeten verkopen, dan nog gaat het te ver om te concluderen dat je daarmee de geldkraan van de regering Moskou afsluit. Want ze maken nog steeds op elke olievat maken ze gewoon winst. Ja, maar meer winst hebben ze op zich. Ze hebben alle geld nodig, toch? Ze kunnen alle geld gebruiken om deze oorlog te blijven financieren. Oh ja, maar 50% winst op een vat olie is natuurlijk behoorlijk. Dat is echt veel. Dat is een aardige marge. En kijk, dus daar kun je het voor doen. Wij weten nu, wij nemen nagenoeg geen olie meer van Rusland af. Maar dat geldt niet voor de rest van de wereld. De rest van de wereld neemt juist meer olie van Rusland af. Dus per saldo met zo'n prijsplafond van de EU
Het doet het natuurlijk geweldig in het nieuws. Maar als je echt afvraagt, merkt Rusland hier nou echt iets van? Is het antwoord denk ik heel snel nee. Ja. Dan tenslotte die aanvallen die we gisteren dan in Oekraïne ook weer hebben gezien. Denkt u dat dat een vergeldingsactie was of stonden die misschien al gepland? Ik denk dat die al gepland stond. We hebben in feite elke week zo'n aanval gezien. Gisteren weer met rond de 100 projectielen van verschillende aard. Raketten, drones, noem maar op. Daarvan zijn er overigens veel neergeschoten. In ieder geval wordt dat geclaimd. Dus die hebben niet allemaal hun doel bereikt. De schade die is aangericht aan energieinfrastructuur en nutsvoorzieningen is ook niet zo groot als bij vorige aanvallen. En zal dus ook sneller worden hersteld. Maar ja, het is wel weer een deel van het patroon wat we de afgelopen weken hebben gezien, denk ik. Ja, en we laten deze